Eigenlijk begint Ome Joop's tour pas morgen. Maar toch zitten de kinderen vandaag al op de fiets. Meteen na de inschrijving op Papendal fietsen ze een proloog naar Oosterbeek, naar de militaire begraafplaats. Ome Joop's tour is een fietsreis voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen. 75 jaar na Market Garden staat de tour stil bij hen die vielen voor de vrijheid. Dat doen ze met een uitgebreide herdenking. Met ook twee sprekers, sergeant-majoor Van der Most en deelnemer Jané, die een gedicht voorleest. Ja, het gaat over vrede, dat er nog meer vrede komt in Nederland en dat we hand in hand over de aarde kunnen lopen. Ja, daar gaat eigenlijk mijn gedicht over. Van der Most is gevraagd een deel van de herdenking te organiseren. Voor hem een kans om 150 kinderen te vertellen over de offers die voor de vrijheid gemaakt zijn. Ja, het is prachtig. Het is toevallig dat inderdaad dan nu het thema van de tour is de Market Garden. Nou, om ergens te starten van het hele tour, om dat hier te doen, ja, dat is perfect gewoon. En het is ook goed om de kinderen door te geven, dus inderdaad, wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Ja, het gaat over vrede en de Ome Joop's tour. Dat is ook eigenlijk mijn vrede, want je gaat wel leuke dingen doen en zo. Dus ja, dat vind ik wel bijhoren. Na de kranslegging zet elk kind een kruisje bij een graf. Daarna zit het serieuze deel erop en mogen de kinderen eindelijk op vakantie. Heb je daar eigenlijk wel een beetje zin in? Ja, heel erg. Want het is eigenlijk mijn enige vakantie wat ik nu kan doen. En ja, anders zou ik alleen maar thuis gaan zitten en dat is al helemaal niet leuk.